Dames, nou, hier wordt altijd keihard gewerkt. Iedereen denkt altijd, heel veel dames, dat zal wel een kippenhok zijn. Maar dit zijn wereldwijven en aardig professioneel. Huisvrouwenhandarbeid wordt hier niet gedaan. Nee, want in dit atelier in Hartjestad wordt vakwerk afgeleverd. Kussens en mode uit het hoogste segment die zelfs naar topontwerpers gaan. Gemaakt door de wereldwijven uit Dordrecht en uit de hele wereld. Ik vind het leuk om te doen. Het is borduren op topniveau volgens mij. Ja. Wat wordt dit? Een kussen. Een kussen, kijk. Ja, het wordt een kussen. Wat is het idee, Laura, van de wereldwijven? Bij Wereldwijven komen meer dan 100 vrouwen samen om elkaar te ontmoeten en te borduren. Wat willen jullie ze meegeven? Nou, we werken aan zelfredzaamheid. Ik ben via de sociale dienst gekomen, dus ik heb zelf gezegd dat ik hou van borduren. En dan zeggen ze, ik heb een mooie plek voor jou. En dan ben ik hier gekomen, dus in oktober al een jaar. Hoe vindt u het? Zo, ik wil het niet missen. Maar het is meer dan praten en breien bij de wereldwijven. Het gaat er ook om boven jezelf uit te stijgen. De dromen. Ik wil graag een diploma hebben. Ik wil graag Nederlands leren. Ik ben hier nu al zo lang in Nederland en ik kan al zoveel en ik krijg maar geen diploma. Wat heeft u hier geleerd? Alles, belangrijkste. Ik heb alles geleerd. Ja. En prachtige mensen hier om me heen. Ja. Alle veel culturen hier. Ja. Gezellig. Leuk. Zelfbediening. Ja. Het laat nou net één van de specialiteiten kussens voor mannen zijn. En ja, dat hoef je tegen mij natuurlijk maar één keer te zeggen. Dit zijn wel typisch mannenkussens. Nou, dan wil ik hem graag reserveren. Leuk. Dankjewel. Heerlijk zacht.